Ja, de laatste keer dat ik on stage sta, wat dan ook gelijk de titel is van het laatste programma waar ik met zoveel plezier aan gewerkt heb. Zoals ik aan vele programma's echt zoveel plezier heb beleefd. Dat begon bij Pyjama FM en dat ging naar de feestcommissie en dat ging naar Belen voor je bek. Het werd Giel hier, Giga Giel, Nachtegiel, een hoop zelfverplekking. Met uiteraard de ochtendshow Giel als een soort van grande finale voor ons steeds dus. Ik heb echt zoveel mogen meemaken dankzij 3FM. Ik heb die programma's mogen doen. Ik heb echt waanzinnig gave dingen gezien. Ik ben op plekken geweest waar ik anders gewoon echt niet gekomen was. En dan denk ik aan uitzendingen in Kenia, Johannesburg. Met de MTV Awards ben ik een paar keer naar Rome gegaan en naar Glasgow. En nou ja, te veel om op te noemen, om nog maar te zwijgen natuurlijk. Al die vette, fijne festivals waar ik dan bij mocht zijn. Waar ik ook zeker nog zal zijn, maar niet meer in de hoedanigheid als member van 3FM. En dat is wel echt wat je bent als je bij 3FM werkt. Dan ben je van de familie. 20 jaar heb ik hier gezeten. 20 jaar, al die gebeurtenissen. Het is gewoon mijn leven geweest. En een belangrijk gedeelte van mijn leven. En ik heb hier zo ontzettend veel plezier gehad. Dat is, dat kan ik niet uitleggen. Natuurlijk zijn er ook veel mensen die dan zeggen, waarom ga je dan weg? Want dat was een keuze. Een keuze die echt heel moeilijk was. Want ik heb vaak gedacht, radio is mijn lust in mijn leven. Je kan het toch ook wel doen als je er niet helemaal achter staat. Of is het dan toch beter om het niet te doen? Uiteindelijk leek me toch het laatste beter. Omdat ik dan gewoon wel de eerlijke radio kon maken die ik altijd heb gemaakt. En misschien de laatste maanden wat minder. Omdat ik het gewoon een beetje vond knellen eigenlijk. Er zijn veel mensen die denken, als je er 20 jaar gewerkt hebt, je bent al 40... dan ben je er misschien ook een beetje te oud voor. Nou, het tegendeel is eigenlijk waar. En dat is niet omdat ik nou nog eventjes heel zuur wil lopen doen, maar vanuit een soort liefde voor de radio hoop ik gewoon echt oprecht dat 3FM de komende tijd gaat doen waar ze, waar ze voor bedoeld zijn eigenlijk. Ik denk dat het een hele mooie tijd is om de verandering in de muziek en de verandering in het mediagebruik, om die te volgen. En ik denk dat als je een publiek station bent, dat je die kans echt ontzettend moet grijpen. Ik zou nog één keer gewoon een kleine aanbeveling willen doen, omdat ik nu dan toch nog eventjes één keer dat podium heb. Dan denk ik, 3FM, waarom is er niet een goed danceprogramma? Waarom is er niet een goed urbanprogramma? Waarom is er geen 101 bars? Waarom is er niet een goed rockprogramma? Het is er de tijd voor. Ik gun dat, Nederland. En ik gun het vooral ook al die medewerkers, want daar gaat het natuurlijk vandaag om. Daar ben ik afscheid van het nemen. En als je 20 jaar ergens werkt, dan kan je je voorstellen, dat zijn ontelbaar veel mensen. Dat zijn bazen die het soms niet altijd makkelijk hadden, maar wel zeker het beste met mij in het radiostation hadden. Soms dingen recht lulden die je krom waren. Dat gaat natuurlijk over al die teamleden van alle shows die ik gemaakt heb, maar ook alle teams van de andere shows. Ik kan gewoon geen namen noemen, want je kan je voorstellen, 20 jaar, ik kan niet eens alle DJ's noemen die hier in die tijd gewerkt hebben. Het was een fantastische tijd. Ik wil alle omroepen, want ik heb zo'n beetje voor allemaal gewerkt, ontzettend bedanken. Maar in het bijzonder natuurlijk BNNVARA, die mij echt zo ontzettend veel kansen hebben gegeven. En eigenlijk zou ik tegen iedereen dan wel echt persoonlijk willen zeggen, bedankt. Ik weet dat ik soms best een beetje een rare kan zijn geweest. Dat je dacht, wat moet je eigenlijk met dat mannetje? Maar ik hoop één ding, en zo voel ik het ook wel, dat het altijd wel was dat het ging om de liefde voor radio. En dat we samen dan gingen voor het mooiste kunstwerkje wat we konden maken. En dat hebben we ook vaak beleefd. Dat collectieve moment dat je wist dat er iets goed ging. En de lol in de studio, maar ook op de kantoren, op de festivals. En dan is Serious Request natuurlijk wel helemaal een mooi toonbeeld van een moment dat je echt met z'n allen iets goeds aan het doen bent. Zowel voor andere mensen als gewoon hele mooie radio maken. En dat heb ik alleen maar kunnen doen dankzij de hulp van al die honderden, want het zijn het medewerkers. Ontzettend bedankt. Het is tijd om afscheid te nemen. Van mij bij 3FM. Nogmaals, voor de nieuwe ploeg, volg je mediahart. Doe vooral niet wat de bazen zeggen. Dat zeg ik vooral tegen wat collega DJ's al hier. En ga gewoon voor je gevoel, want het gaat goed komen met 3FM. Dat weet ik echt zeker.
Ik hou van jullie allemaal. En ja, zo klef als het klinkt, zo is het dan echt. Tot horens en tot ziens, want het is een hele kleine wereld, die mediawereld. Ik ben door en door radio en ik hou van live muziek, van bandjes en toestanden. Dus het moet wel heel gek lopen, willen we elkaar niet nog tegenkomen. Ja, en de laatste die ik moet bedanken, dat ben jij natuurlijk, de luisteraar. Maar daar hoef ik geen afscheid van te nemen. Dat is het mooie, want waar je ook naartoe gaat, ik ga je volgen. Dus op welk platform je ook bent, op welk festival je ook bent, ik zorg dat ik erbij ben. Als je wil weten wat ik ga doen, dan zou ik vooral naar mijn YouTube-kanaal gaan, Giels. Daar ga je op de hoogte blijven van allemaal dingen die er aankomende tijd gaan zijn. Volg dat. En ik zal jou ook volgen. Tot altijd eigenlijk. I will follow you. Dat is de laatste. 3FM. Ontzettend bedankt. Het is tijd voor nieuwe avonturen. En het gaan jullie goed. Dankjewel.